hoe grootschalig patronen ontstaan, terwijl ze niet gemanaged worden door één bepaalde partij. Hoe krijgen we nou eigenlijk echt die grootschalige gedragsveranderingen? Hoe gaat dat nou, zeg maar, in zijn werk? In een serie gesprekken die CVD-TV samen maakt met Management Boek en uitgeverij Boom, praat ik met auteurs van Management Boeken. Met in deze aflevering Thijs Homan en Rob Wetsels. Zij schreven het boek Wat Nu? Een boek dat jou nieuwe inzichten oplevert als het gaat over hoe jij kan bijdragen aan het oplossen van de klimaatproblematiek. En ze zijn mijn gast. Welkom bij CVD-TV. Heren, van harte welkom. Ja, grootschalige gedragsveranderingen, daar gaan we het over hebben. Maar laten we eens bij het begin beginnen. Want wie zijn Thijs en Rob? En dan mogen jullie zelf, zeg maar, op een natuurlijke manier kiezen wie er als eerste gaat praten. Nou, begin jij maar, want jij bent ook begonnen. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, wie is Rob? Nou, ik zal niet mijn hele levensverhaal doen, maar eigenlijk in dit kader is interessant dat in 2007, ik werkte toen bij Nijenrode, ja, als programmamanager. En toen werd voor mij steeds helderder, jongens, ik moet die laatste jaren van mijn leven, werkende leven, moet ik toch echt gaan staan voor datgene waarvan ik denk dat het nodig is. En dat is gewoon duurzaam en met organiseren van duurzaam ondernemen, want daar staat Nijenrode natuurlijk toch voor. Mm-hmm. Dus daar heb ik mij de laatste jaren tot aan mijn pensioen behoorlijk druk meegemaakt. En ik heb bij mijn afscheid in 2017 heb ik ook een soort legacy boek geschreven. Met de precieze titel Handreiking voor agendabepaling bij duurzaam ondernemen. Mm-hmm. En wat je vaak ziet is, als je iets opgeschreven hebt, dan blijft dat, dan is het aan de ene kant af en aan de andere kant niet af. Een van de dingen die mij steeds meer ging triggeren is van, ja, goh, met datgene wat ik nou gedaan heb, ik heb natuurlijk wel impact gehad, maar beperkt. Ja. Tegelijkertijd zie je, de nood wordt alleen maar groter. En dus ook de vraag van, ja, hoe krijgen we nou eigenlijk echt die grootschalige gedragsveranderingen? Hoe gaat dat nou, in zijn werk? Hoe kunnen, ja, hoe kunnen we daarin bijdragen? En heb ik daar voldoende over verteld, CQ verzameld? Nou, antwoord was dus nee. En dat is de reden geweest waarom ik het oud collega, een vriend van mij, Thijs, benaderd heb. Want die had, wij delen eigenlijk al heel lang, we kennen elkaar sinds 2000. We hebben altijd al een gemeenschappelijk bondje gehad met het complexiteitsdenken. Omdat dat voor ons gevoel toch dichter bij de realiteit staat van wat er alle dag gebeurt. Mm-hmm. Wat is complexiteitsdenken? Complexiteitsdenken gaat eigenlijk over hoe systemen, wat er eigenlijk gebeurt binnen systemen. Hoe de dynamieken en de patronen die daarin zitten, hoe dat gaat en op basis van wat soort. En systemen zijn, dat kan van alles zijn. Dat kan van alles zijn. Dat zijn grote bedrijven, groepen burgers. Ja, maar zelfs ook de natuur. De natuur is ook een systeem. De natuur, ja. En de mens is natuurlijk een systeem. Groepen mensen zijn systemen. Organisaties zijn systemen. Ja. Maar hoe ontwikkelen daar zich nou eigenlijk patronen die uiteindelijk daartoe leiden dat we dingen wel of niet doen. Nou, een heel mooi voorbeeld daarvan is natuurlijk op dit moment stikstof, klimaat. Ja. Ja. En dat was eigenlijk de aanleiding om uitgaande van complexiteitsdenken. En mm-hmm. Thijs was daarin al verder gegaan als ik dat was. Namelijk met sociale complexiteitsdenken. En mijn gevoel zei, dat is heel belangrijk. Dat geeft een soort sleutel naar wat ik nog dacht van, dat is een ontbrekend deel. Nou, maar daar hebben we ons vervolgens de afgelopen 3 jaar druk. Jij zei meteen, dat gaan we aanpakken, dit project. Toen die belde. Want wat was jij aan het doen op dat moment? Dat vraag ik me mijn hele leven eigenlijk al af. Maar ik ben dus Thijs Homan, even voor de duidelijkheid. Ja, ja. Formeel ben ik emeritus hoogleraar. Maar bij mij wil dat zeggen dat ik niet met pensioen ben, maar geen vast arbeidscontract heb bij een universiteit. Dus ik geef nou colleges bij de Open Universiteit, Erasmus Universiteit, ook bij Nijenrode, Universiteit Maastricht, Universiteit Groningen, lezingen, trainingen enzovoort. Dus mijn hoogleraarschap gaat over organisatieverandering of verandermanagement of gedragsverandering. Ja. En jaren geleden ben ik ooit op het chaos- en complexiteitsdenken gekomen en ben dat gaan relateren aan wat is nou eigenlijk gedragsverandering en hoe werkt dat nou eigenlijk en dergelijke. En daar schrijf ik, ik heb al 8, 9, 10 boeken geschreven, ja, lezingen, trainingen, organisatieadvies, onderzoek, ben ik daar allemaal mee bezig. Mm-hmm.
En ja, toen Rob belde, ja, ik weet niet precies of dat een mail was. Dat heb ik verdrongen, denk ik. Of zo. Ja. Dat, maar het, even duidelijkheid, het was niet van, hé, we gaan een boek schrijven. Hè? Nee, we gaan iets doen. Ik had wat essays geschreven in de coronatijd. Ja. Ook over wat daar gebeurde. En toen kwam Rob, die had zo'n essay gezien volgens mij. Die zei, god Thijs, misschien moeten we ook eens een keer iets gaan doen op het gebied van de link van jouw denken met de klimaatproblematiek. Ja. En we zijn toen begonnen met laten we wat gaan doen. En laten we vanzelf zien wat dat wordt, zeg maar zo. Maar hoe werkt het dan? Dan pak je een kan koffie en dan ruimen ze twee bij elkaar zitten. En dan hoe werkt zo'n proces? Ja, voor een gedeelte is het begonnen met gewoon maar eens dingen opschrijven. Ja. En dat op en neer sturen. En van het een komt het ander. Dus het is heel veel elkaar inspireren, weer opnieuw nadenken, andere literatuur erbij pakken. Een soort hinkstapsprong. Want wanneer begon het proces ongeveer, zei je net? Dat is een jaar of drie geleden? Ja, dat is, ik weet dat heel goed. Dat was namelijk de week voordat ik voor 5 weken het ziekenhuis in draaide. Dus dat was oktober 2000. 2020. Ja. En toen hadden we eigenlijk, op dat moment hadden we net de afspraak gemaakt, we gaan samen wat schrijven. Hmm. Maar wat dat precies zou gaan worden, dat was toen nog onbepaald. Dus het ontstaan is allemaal in de coronatijd zo'n beetje... Heeft het, ja, dat heeft ons denk ik geweldig geholpen, want dat gaf ons... want jij kon natuurlijk ook minder druk zijn. Nou, ik zat nu ook in een herstelperiode, maar het gaf mij ook tijd. Dus in die zin, we hebben veel tijd gehad om ook... aan dat onderzoek, want dat is het. We zijn echt een nieuwe gezamenlijk een onderzoeksreis begonnen. Ja. Om daar voldoende tijd en aandacht aan te kunnen geven. Als we nu eens kijken naar vandaag, want hij ligt er, het boek. Het is, jullie zeggen het ook bij de intro. Het is niet een kasteelromannetje wat je even in een weekendje uitleest, hè, Thijs? Wat uiteindelijk... De verdeling is dus geweest, Rob inspireert, geeft ideeën, feedback en ik schrijf, zeg maar zo. Ja. En ik zie mezelf eigenlijk als een soort transformator tussen de ingewikkelde, diep wetenschappelijke artikelen die vaak nauwelijks leesbaar zijn voor, iemand die daar niet ingevoerd is. Ja. En iemand die zo'n boek leest. Dus ik probeer hele ingewikkelde dingen proberen in gewoon Nederlands te vertellen, zeg maar zo. Maar... het gewone Nederlands en het perspectief wat wij kiezen is niet het recht toe, recht aan perspectief wat er altijd gekozen wordt. Hè? Met van je moet een analyse maken en een doel stellen en dan moet je het zo en zo aanpakken en dan kant en klaar kun je het uitrollen en dergelijke. Want juist, en dat is natuurlijk eigenlijk continu mijn verhaal, juist daardoor ontstaat volgens mij verandering niet. Doordat iemand gaat zeggen van we moeten in de toekomst daar en daar naartoe. En wij gaan zeggen hoe het moet. En wij gaan jou managen om te zorgen dat jouw gedrag gaat veranderen. Is dat een beetje wat we hadden net in het voorgesprek over, toen zei ik van hoe ik zo'n interview voorbereid. Hè? Dat ik zei van ik maak een soort van geraamte eigenlijk. Hè? Dat ik denk van dan ga ik eerst hier langs, dan daar langs, dan daar langs, dan daar langs. Ik zei en soms... loopt zo'n gesprek ook zo, maar de meeste gesprekken, dan weet ik al bij vraag 2, wacht even, we gaan hier een heel ander pad op. Toen zeiden jullie, dit is precies waar het over gaat. Leggen ze uit? Nou, laat ik bij het begrip complexiteit, zoals ik er tegenaan kijk, zou ik het woord systemen juist niet gebruiken, want dat is echt een natuurkundige perspectief, alsof er systemen zijn. Mm-hmm. Maar dat zegt meer over ik die er tegenaan kijk en zeg dat iets een systeem is. Maar laat ik een heel simpel voorbeeld geven. Bijvoorbeeld een draaikolk. Er is niet een watermolecuul die zegt, dan komt hier een draaikolk. Ja? En een wolk spreeuw, daar zie je de prachtigste patronen. Maar er is geen lean spreeuw of een projectmanager spreeuw die voorop loopt en zegt, dit wordt het doel en dit wordt de inspirerende visie. Ja, ja. Met andere woorden, complexiteitsdenken gaat erover dat zeer... mooie, soms mooi uitziende patronen en door ons herkenbare patronen niet gemanaged worden vanuit één perspectief. En dus ook niet gepland worden en ook niet met fases. Dan eerst gaan we zo en dan gaan we zo en dan met kerst gaan we om en dan gaan we dat. Nee, daar is het kernwoord zelfordening. En het boek gaat eigenlijk over van als je kijkt naar hoe grootschalige patronen
tussen soms miljoenen mensen, hè, de klimaatontkenners of juist activisten, ja. Of nou weet ik wel, hoe grootschalig patronen ontstaan terwijl ze niet gemanaged worden door één bepaalde partij. Wat nou namelijk ook niet het geval is, hè, ja. Zeg maar zo. En dus ook hoe die patronen veranderen. Nou, dat betekent een zodanig andere manier van denken. En daar heb je. Er moet ook een hele andere taal voorkomen om dat te kunnen beschrijven. Ja. He, want het is dus niet van, nou, we gaan een doel formuleren of zo. Of je moet eerst een analyse maken, want zo werkt het gewoon niet. Maar kunnen wij als mens wel, want even laten we het even brengen naar het onderwerp waar het boek ook over gaat. Maar, hè, want hoe pakken we nou eindelijk die klimaatproblematiek aan? Denk je dat wij zoiets moois als zo'n waterkolk, vind prachtige metaforen, waar jullie wel meer gebruik van maken overigens, hè, metaforen in het boek. Ja. Maar zo'n draaikolk of die vogel dingen. Zwerm, ja. Kunnen wij dat als mens wel, denk je? Nou, daar wil ik wel op antwoorden. Dat is namelijk het enige wat wij doen als mens. Ja? Maar wij denken alleen dat we het anders doen. Nou, nee, maar het punt is, in onze hele maatschappij stikt het van de patronen. Ja, er zijn geloofstromingen, er zijn politieke stromingen, er zijn klimaatontkenners of activisten of onderzoekers. Dus het interessante is dat onze maatschappij bol staat van stromingen, maar dat die stromingen niet verordoneerd worden door een centraal management. Hè. Het is niet zo dat de premier zegt, nou, en dan gaan jullie activistisch proberen jezelf aan de straat te plassen. Er zijn bevolkingsgroepen die dit overigens wel denken, dat er een centrale kracht achter zit. Nou, maar het interessante is dat één kenmerk van veel van de patronen is dat ze opgespannen zijn in dat format van, je moet het managen, je moet anderen beïnvloeden. Doordat wat wij doen, gaan de anderen hun gedrag veranderen. Nou, dat is niet goed. Dat is het klassieke denken wat natuurlijk heel veel plaatsvindt. Ja. En rondom het klimaat zie je natuurlijk al die akkoorden en wetten en internationale conferenties en zo, waarbij er relatief kleine groepen mensen voor grote groepen mensen gaan bepalen hoe zij zich moeten gedragen. Ja. Nou, wat wij proberen aan te tonen is dat die grootschalige patronen in ieder geval zo niet tot stand komen en ook niet op die manier veranderen. Maar hoe dan wel, is dat wij zelf onderdeel uitmaken van patronen en ze zelf in stand houden en reproduceren en continu veranderen. Nou, daar taal voor geven, dat probeert het boek te doen. Van hoe kijk je dan om te snappen hoe dat soort dingen gaan? En dat is een hele andere taal dan de klassieke, hè, van wij gaan jou veranderen taal en wij gaan jou inspireren taal. En hoe, maar beschrijft die dan eens, Rob? Hoe is die anders en nieuw? Nou, wat heel belangrijk is, is bijvoorbeeld het vertrekpunt van het gaat uiteindelijk al begint met betekenisgeving. Mm-hmm. En dan zie je dus al dat er patronen kunnen dus heel verschillende stromingen van betekenis geven. Nou, de vraag is, hoe ontstaan betekenissen? Ja, dat is altijd iets wat in gesprekken ontstaan. Net zoals veranderen. Veranderen kun je niet alleen. Je hebt altijd anderen nodig om te doen. Ja. Nou, dus eigenlijk het lokale, conversationele, ja, het feit dat je er met anderen in jouw directe omgeving over moet praten, ja, is een heel belangrijk vertrekpunt in het boek. Ja, omdat eigenlijk alleen in dat lokale, interactionele en conversationele, dat is waar die betekenisgevingsprocessen hebben, die zowel een stabiliserend element kunnen hebben, maar dus ook uiteindelijk ook een veranderend element kunnen hebben. En dus het gaat helemaal niet over hele grote verhalen. Nee, het gaat eigenlijk wat er in heel veel kleinere gesprekken zeg maar gebeurt. En hoe dat uiteindelijk toch ook tot zeg maar grotere stromingen. One is a crowd, hoor ik wel eens als term. Wat ik dan, maar dan even praktisch. Hè, want ik kijk ook naar de. Want iedereen is met dit thema bezig. Want dit herkent denk ik iedereen. Hè, want ik denk dat we met z'n allen heel veel praten over dit onderwerp op dit moment. Ja. Dus er is wel wat aan de hand. Maar een aantal dingen die ik dan om me heen merk. Even, dan ben ik benieuwd naar jullie bespiegeling erop. Maar eentje is dat mensen, dat ik regelmatig over, ja, maar waar heeft het nou voor zin? Dan kan ik hier wel netjes het vlees laten liggen. En netjes mijn verwarming laten zetten. Maar in China. En ik heb recht op een vliegvakantie. Ja, ook dat. Maar met name ook, er zijn zulke grote zaken aan de orde waar ik geen invloed op heb. Fabriek, industrieën, weet ik wat. Als die niks doen, wat heeft het dan voor zin wat ik doe? Wat zeggen jullie dan? Dat is één van de patronen. Dat is één van de patronen. En dat is eigenlijk waar het boek mee begint. Dat het lijkt alsof er in het klimaatveld, zoals wij dat noemen, een soort
Nou, dat lijkt niet zo. Dat is een dominant denken en dat is, erg, CO2, vervuiling, de aarde gaat naar, enzovoort. Ja. Maar daarnaast zijn er natuurlijk allerlei andere patronen, zoals mensen die zeggen, die de moed opgeven, of mensen die er heel angstig van worden, ja. Of aan de andere kant mensen die heel activistisch worden, ja, of ontkenners. Mensen die zeggen, die ontkennen. Er zijn ook mensen die zeggen, nou, blij dat er nu dat marswagentje in staat is geweest om op Mars zuurstof te maken. Dus dan weten we ongeveer waar we naartoe moeten. Die zeggen dat de aarde letterlijk uitgewoond is. Ja. Dus de onze analyse is, dus het klimaatveld is niet een soort veld van, nou, er is iets goed of fout, maar er is sprake van allerlei verschillende, dat noem ik betekeniswolken, met betekenisvolken, mensen die iets vinden, waar tussen zich bepaalde machtsverhoudingen ontwikkelen. Ja, bepaalde discoursen zijn dominant en anderen proberen dominant te worden en dergelijke. En eerlijk gezegd is dat, ook dat is een verzameling patronen die niet gemanaged of geordoneerd is, maar in allerlei lokale interactiedynamieken ontstaan is en herhaald wordt. Maar hebben wij dan überhaupt invloed op dat? Dat is, wij zijn die patronen. Die staan niet buiten ons. Maar als wij, als jij zegt van, goh, wat heb ik nou te maken met mijn dingetje? Ja. En ik praat daarover met allerlei mensen, dan heb ik de neiging om daar vaak met mensen over te praten die dat ook vinden. Ja, en die daar ook weer over praten. En het ontstaan van die grotere patronen zie ik als zeer grote reekse interactieprocessen waar zich steeds dezelfde onderwerpen worden herhaald en verfijnd en gedefinieerd en dergelijke. Dus wij staan niet buiten die patronen, maar wij zijn medemakers van bepaalde patronen. En dat is, nou, om even aan te geven, het is geen pace-turner om duidelijk te maken hoe dat werkt, hoe zeer grote globale patronen, gedragspatronen, ontstaan in eindeloze ketens van lokale interacties. Daar heb je wat woorden voor nodig om dat duidelijk te maken. Maar dan, en ik probeer bewust een beetje de practicus te spelen, hè? Zo bekijk ik ook zo'n boek. Wat moeten we nou doen? Want aan de ene kant zie ik, Rob, zie ik alles bewegen. Maar we willen met z'n allen even. Stel ik wil dat die aarde gered wordt en dat het goed komt met klimaat. Wat moeten we dan doen? Of is dat een te simpele vraag? Ja, want het woord, nou, ik ga even het woord moeten eruit halen. Ja. Namelijk, ik zei al, we leven heel erg in een manier van praten waarbij we alsmaar zeggen, kijk, bijna alle klimaatboeken gaat over wat we moeten doen. Ja. Waarbij eigenlijk dat boodschappen zijn, waarbij degene die het schrijft zegt, ik snap het. Ja, ik weet hoe het in elkaar zit. En dan moeten anderen in de toekomst hun gedrag veranderen, zodat ze conformeren. We moeten meer gemeenschappelijk, we moeten meer duurzaam. Nou, je verzint het allemaal. Ja. Maar het complexiteitsdenken gaat ervan uit dat, of sociale complexiteit, gaat ervan uit dat verandering niet ontstaat door te zeggen wat we in de toekomst moeten doen. Maar verandering ontstaat in wat wij in onze concrete lokale interacties in het hier en nu aan het doen zijn. Maar zeg je dan verandering begint bij jezelf? Nee. Voor een deel wel, maar ook niet. Ja. Dus je hebt een keuze, ook in het lokale. Ik kan zeggen, ik vind iets belangrijk en ik breng iets te berde. Ja? Ja. Op dat moment doe ik wat wij dan in het boek noemen een act. Want dat is een hele belangrijke. Door het zo te labelen, is het dus niet zo dat ik kan bepalen wat er vervolgens gebeurt. Wat er gebeurt is hoe de ander op mij reageert. Dus wat wij dan noemen in het supplementeren van mijn act. Dat is waaruit ik kan herleiden wat mijn act doet. Of het geselecteerd wordt, of het gewaardeerd wordt. En dan kan zich als het ware een vervolggesprek ontspinnen. Een gesprek waarin een bevestiging kan plaatsvinden. Dus we vinden elkaar, dan kom je meer in de wolken en het volkenverhaal terecht. Maar waarin ook een verandering kan hebben. Sterker nog, ik heb heel vaak de ervaring gehad, maar misschien jij ook wel, dat als je denkt van, nou, ik heb een gesprek gehad, het leek wel alsof we met doven aanspreken waren, dat vaak achteraf de meest invloedrijke gesprekken zijn. Mm. Want op dat moment heb je wel even in een passen, maar die persoon is misschien wel zodanig geraakt dat hij weer in zijn eigen omgeving, in zijn eigen beschermde dingen, zei van, ik heb gisteren toch wat meegemaakt, dat houdt me toch zo bezig, hoe kijk jij daar nou in? En dan zie je dus dat ene gesprekje wat ik gehad heb,
Ja, dat dat tot, tot talloze andere gesprekken kan leiden, waarin mensen daar weer over met elkaar in gesprek gaan en misschien dus tot andere betekenisgevingen gaan komen. En zo zie je dus dan een klein ding, namelijk mijn simpele act, ja, zonder dat ik de invloed op uit heb, wat er feitelijk mee gaat gebeuren. Ook geen totaal geen zicht heb, want na dat gesprek ben ik het misschien wel helemaal kwijt. Dus ik weet niet wat er vervolgens. Ja. Zeg maar dat is wel, zoals het in het, zeg maar, in het echi van het normale leven, zeg maar, heel erg sterk gebeurt. Dus wel degelijk doet er toe wat je zelf doet. Alleen wel met deze bescheidenheid, zou je kunnen zeggen, maar tegelijkertijd ook met grote mogelijkheden. Want dan hebben we wel, in zoverre is er een soort van trend die natuurlijk vandaag de dag heel erg aan de orde is, wat we dan met z'n allen polarisatie noemen. Ja. Aan de andere kant zie ik social media die algoritme technisch nou niet echt zeg maar, ervoor zorgt dat ik in aanraking kom met mensen met andere denkbeelden, maar me juist naar binnen zuigt in de wereld waar ik het al mee eens ben. Ja. Oftewel, ik durf het woord moeten nu niet meer gebruiken. Wat kunnen we aan dat polarisatie gebeuren? Hebben jullie daar iets? Wat vinden jullie daarvan? Ja, daar hebben we ook heel bewust aandacht aan gegeven, maar daar ben jij sterker in dan ik. Dus. Nou, laat ik zo zeggen, ik zie dus polarisatie van het debat ook als een bepaald patroon wat zich ontwikkelt in de manier waarop we met elkaar aan het omgaan zijn. Het onderzoek daarover is eigenlijk, vind ik, heel erg eenduidelijk. Namelijk eenduidig dat naarmate polarisatie extremer wordt en jij bent onderdeel van een gepolariseerde dynamiek, is het minder goed mogelijk om dat nog terug te draaien. Want als wij, het prachtigste voorbeeld is natuurlijk de rijdende rechter, hè, zeg maar zo, dat mensen helemaal gek worden van elkaar. En dan stel je voor dat een van de twee zegt, joh, hè, laten we nou weer gewoon doen. Hè. Nou, die ander die denkt van dit, nu wordt hij echt gemeen. Hè, zeg maar zo. Ja. Nou, bovendien zien wij dat opnieuw het denken is van, nou, dan moeten er derde actoren komen die dat dan interventies op gaan plegen. Hè. Dus weer doel formuleren, plannen maken, interventies doen. Maar het interessante is dat dat vaak, nou dat zie je dus gaan het onderzoek ook, dat heel erg veel tijd kost, heel veel energie kost, om die mensen dan weer eigenlijk. Nou, dus eigenlijk is ons betoog, en dat hebben we ook in het boek gedaan. We hebben mensen, leggen wij een aantal criteria voor, of een aantal kenmerken voor, van wat gebeurt er met jou als er dingen aan het polariseren zijn? Wat maak je dan mee? Wat kun je dan bij anderen zien? Om eigenlijk een idee te geven van, wacht even, als dit aan de hand is, moet ik zo snel mogelijk in die gesprekken een nieuwe act doen. Namelijk, jongens, wat zijn we nou helemaal aan het doen met elkaar? Nou, laat ik die woorden nog even vallen. Een centraal verschil van ons boek met veel andere boeken is, heel veel andere boeken zijn geschreven vanuit een aboutness perspectief. Ik sta, als het ware, als auteur buiten de maatschappij, beschrijf wat er gebeurt en zeg wat er moet gebeuren. En wij zeggen nee, de realiteit is dat je een witness perspectief hebt. Je zit er middenin. Je bent in termen van die wolk met spreeuwen één van de vele spreeuwen. En dat betekent dat je dus niet per se de formele macht hebt, maar je hebt wel invloed doordat jij dingen kan doen, ja, waar je hoopt dat anderen op gaan reageren en dat die dat weer verder brengen en dergelijke. Dus ook over polarisatie hebben we ten eerste vanuit het sociale complexiteitsverhaal gezegd, wat is dat dan eigenlijk? En ten tweede, wat doe je dan als je vanuit een business perspectief daar wat mee aan de slag gaat? Ja. Maar ik wil namelijk, jij haalde net ook aan van zo'n gesprek, als je hier hebt, dan heb ik een structuur. Ja, en dan kijk ik wel wat daar. Hè. Nou, en dat is natuurlijk precies wat er gebeurt. In lokale gesprekken heb je een bepaald idee of een notie, of je zegt iets spontaan iets, maar pas in de manier hoe de ander reageert, begin jij te snappen wat je nou eigenlijk gevraagd hebt. En komt er bij jou een nieuw idee over een nieuwe vraag. Ja. Dat is het leukste van mijn vak. Zeg je? Ja. Dat is het leukste van mijn vak. Maar natuurlijk in het dominante denken is het idee dat je van tevoren een doel formuleert en dan wil gaan sturen over wat er uitkomt. Precies. Nou, maar stel je voor dat jij heel erg vanuit een doel wat jij zou hebben ons gesprek zou gaan sturen, dan gaat dat vastlopen. Nou, wij proberen te beschrijven. Kijk, ik vind het een heel mooi iets van, een gesprek brengt je ergens, hè, zeg maar zo. En ik ben heel benieuwd waar het gesprek ons brengt. Maar niet,
een gesprek ga ik gebruiken om een ander van tevoren helemaal te beïnvloeden en te zeggen wat hij moet doen. Nou, wij proberen taal te leveren over wat gebeurt er nou tijdens gesprekken en hoe werkt dat nou? En niet om het gesprek te beïnvloeden, maar om voelsprieten te hebben over die dimensies die in het klassieke managementdenken gewoon absoluut niet benoemd worden. Ja. Want daar gaat het altijd maar over doelen, abstracties enzovoort. Ja, dat doen jullie niet aan in het boek. En dat, zeg maar, dat gevoel, die voelsprieten, dat sensitiveren, volgens ons is dat eigenlijk al een gigantische, zeg maar, bijdrage, omdat mensen dan anders kijken, anders ervaren. En dus misschien wel met een hele andere act komen als dat ze dat traditioneel gedaan hebben. Nou, als we dat doen, dan zou dat dus de geboorte kunnen zijn van wat uiteindelijk achteraf, zonder dat je daar weet van hebt, hoe dat eigenlijk gelopen is, wel degelijk een heel groot patroon in een bepaalde richting zou kunnen gaan. Of er gaan afwijkingen ontstaan. Zeg van, ik was aanhanger van dit, maar nu met de inzichten van u, ik ga een andere route kiezen. Ja. Ja, en dan heb je patroonverandering op dat moment is geboren. Jullie willen dingen in beweging zetten wat dat betreft. Ja, vanuit een, zeg maar, en daar zit overigens ook mijn diepe passie voor, zeg maar, voor dit boek. Ja. Juist het feit dat je je dus niet laat leiden door, noem maar even, managementgedachten. Ja. Maar we hebben ons echt uiterste best gedaan om het te beschrijven vanuit wat gebeurt er nou eigenlijk tussen mensen en in mensen in de dagelijkse praktijk. Ja. Ja, omdat dat verdwijnt vaak achter de horizon. We zijn allemaal met die andere dingen bezig. Maar juist door mensen als het ware te helpen bij herken je dat? Want dat is ook een soort rode draad. Hè? Het hele boek door stellen we ook aan de lezer de vraag van herken je dit wat wij nou beschrijven? Ja. Ja, allemaal bedoeld om te zeggen van ja, als je je dat bewust bent, kan dat betekenen dat je anders gaat acteren als dat je dat daarvoor deed. Waarbij het niet betekent dat jij de macht hebt over wat er gaat gebeuren. Maar je kunt wel een initiatief hebben daarin nemen. Voor wie hebben jullie het boek geschreven? Nou, dat is natuurlijk de klassieke vraag die je altijd krijgt. Nou, eigenlijk in het antwoord dat ik juist al gaf, geef je dus eigenlijk aan, het is een boek voor iedereen. Want of ik nou in een formele zin kan ik wel in een positie zitten, maar ik ben ook huisvader. Ja? Ik ben oom en tante, ik ben vriend, ik ben collega. Ik ben een wereldburger die ook, zeg maar, zoveel zorgen. Dus het is heel moeilijk te duiden om te zeggen van, ja, voor wie is dat nou? Eigenlijk zeggen we, het is voor iedereen. Zowel vanuit het idee, je bent een wereldburger en hebt daarin je verantwoordelijkheid te nemen. Maar ook als functionaris kan dat je ook helpen in het positioneren van, waar zijn we hier nou eigenlijk met elkaar mee bezig? Ja. Wat is datgene wat hier gezegd moet worden om toch, als het ware, die beoogde bijdrage, in eerste instantie vanuit mijzelf, om mijn zorg kwijt te kunnen, om daar aanklang in te vinden en uiteindelijk, zeg maar, medestanders en zo uiteindelijk weer misschien een wending, een verandering. Maar dan, het enige wat ik dan wel aan twijfel is dat het, als ik het boek, nogmaals, ik heb het vrij kort gekregen, dus ik heb het niet uitvoerig gelezen, maar uitgebreid gescand, dan denk ik, dat wel een grote groep mensen, als ik het even heel plat sla, in Nederland dit een te complex boek vindt. Dus als jij zegt van, ik zou iedereen ermee willen bereiken, hè, dan kijk ik ook even naar jou, want ben je daarmee, het is niet echt een makkelijk boek. Dus laat ik zo zeggen, bij shownieuws in het nieuwsitem en iedereen gaat hem lezen. Nee, dat klopt. Dat klopt. Kijk, ik wil ook aangeven, ik denk dat de grootste uitdaging ligt nog bij de Nederlandse boekhandels. Namelijk, die hebben van die kasten, hè, van managementliteratuur en psychologische literatuur. En waar gaat dit boek nou helemaal komen, hè, zeg maar? Ja. Maar ik wil wat even noemen. Dit gaat natuurlijk wel degelijk ook over bestuurders en managers. Want ook die zijn continu met elkaar aan het interacteren. Ja. Waarbij machtsdynamieken zich ontwikkelen, toeval een rol speelt en dergelijke. Ja. Waarbij misschien ook mensen zeggen van, hoe gepolariseerd zijn we eigenlijk bezig. Dus in die zin is het niet zo dat, want dat heb ik bij mijn vorige boeken wel gemerkt, dat mensen zeggen, dus managers moeten het zo doen en de rest van de bevolking moet iets anders doen of zo. Dat is niet zo. Nee. De facto zijn die dynamieken overal hetzelfde. Ik ben het met je eens dat het geen page-turner is, zeg maar zo. Het is ook inderdaad, dat zal niet voor iedereen toegankelijk zijn. Dan was het alleen omdat het een flink, ook een vrij omvangrijk boek is. Ja. Ja.
Dus ja, nou, dat zei zo. Ik bedoel, kijk, ik vind het namelijk heel link om het weer plat te slaan in tips en checklists. Ja. Omdat je dan exact weer uitkomt in de how-to's. Wat je nou net niet wil. Ja. Nee, maar wat ook naar mijn idee niet de realiteit is van hoe gedrag verandert. Ja. En dat proberen we nou net te zeggen. Jongens, het gaat gewoon naar ons idee heel anders. Mm-hmm. En het wijkt in die zin ook af van veel andere boeken. Want er zijn natuurlijk wel boeken over gedragsverandering voor klimaat geschreven. Maar die psychologiseren heel erg. Die hebben het over dat mensen bepaalde drives hebben. En dat mensen een sense of urgency moeten ervaren. Of bepaalde visies moeten ontwikkelen. Maar dan ga je ervan uit dat er dus iets in het individu is. Waardoor mensen hun gedrag veranderen. Nou, wij zeggen nee. Het is niet wat er in het individu zit. Dat ontwikkelt zich tussen individuen. En onze eenheid van analyse is dus niet het individu. Maar de interactie tussen mensen. Ja. Nou ja, daar moet je aan wennen. En dat kost ook tijd om dat uit te leggen. Ja. Maar we proberen wel heel veel voorbeelden te geven. Zodat mensen in ieder geval dingen herkennen. Ja, die zitten er genoeg in. Een mooie metafoor ook. We zouden nog een uur kunnen doorpraten over de driewieler. Prachtige metafoor om heel veel dingen aan op te hangen. Ja. Maar daarvoor moeten mensen maar lekker het boek gaan lezen, zeg ik. Als we nou nog even de slotvraag gaan, jongens. Het klimaat in 2050. Hoe staat die er dan voor? Weet jij niet. Nee, kan ik geen uitspraak over doen. Kijk, het enige wat ik wel hoop en denk is... als wij er niet aan denken... De klimaat laat ons al steeds vaker zien... Ja, jongens, als jullie niet willen luisteren, dan ga je het voelen. Het klimaat is het probleem, hè? Die redt zich wel. Ja, precies. Dus in die verhouding gaat wat gebeuren. Nou, dat vind ik het positieve van dit moment. Dat daarin wel een toegenomen bewustzijn is. En in die zin zeg ik ook van dat boek... We hebben het niet geschreven voor de aantallen, om het zo even uit te drukken. Maar het gaat over van hoe kunnen we hier nog meer van dienst zijn om daarin van betekenis, een rol van betekenis te hebben. En volgens mij hoef je niet het hele boek ook, dat is ook veel te veel. Ja, maar daar zitten dingen in, triggers in, die mensen kunnen helpen. Ze zeggen van shit, nou kijk, dit helpt me nou in deze. Nu snap ik eindelijk wat er aan de hand is. Nou, als we dat bij een volgende groep mensen kunnen doen, dan denk ik dat we heel veel geïnvesteerd hebben in het vergroten van een platform waarop uiteindelijk verandering zich verder kan. Ja. Maar hoe dat er precies uit gaat zien, geen idee. Ben je optimistisch, Thijs? Ik kan de toekomst niet voorspellen. Kijk, ik wil er wel twee dingen aan toevoegen. Als eerste is het naast het boek komt er een soort tool, reflectietool voor mensen om zelf. En dat is echt redelijk hier in Janneke taal, vind ik dan. Hè? Ja. Gewoon al zelf aan de hand van triggervragen nadenken over hoe sta ik er zelf eigenlijk in. Zodat mensen niet alleen, het gaat niet alleen over die gedragsverandering, maar ook van waar sta ik zelf eigenlijk om wel een bereik te hebben van jongens, snap nou dat er iets aan de hand is, zeg maar. Mm-hmm. En dat het niet zomaar iets is waar jij niks aan kan doen. Mm-hmm. We hebben ook met tweede lezers gewerkt en die waren juist door die vragen heel erg getriggerd van verrek. Tweede wat ik wel wil toevoegen is, de thematiek van het boek is klimaatverandering, maar we hebben nog een paar andere probleempjes op deze aarde. Ja, precies. Of crisis of wat dan ook. En in die zin hebben we het klimaat als een soort case study genomen, maar we denken ook dat het breder van toepassing is over alle crisis waar we mee te maken hebben. Je hebt een aantal scenario's over hoe het in de toekomst zal gaan. Hè. Eén is van dat gaat helemaal fout, hè, zeg maar zo, of want we doen te weinig. Zoals wij het nu ervaren is, we zijn wel met z'n allen bezig, ja, zeg maar zo. En er gebeurt wel van alles, maar het is heel erg vanuit één optiek. Mm-hmm. Dus misschien zijn we wel te laat met de echte veranderingen, zeg maar zo. Het duurt gewoon heel lang voordat er echt wat gebeurt. En mijn zorg is natuurlijk dat er toch de aarde op een gegeven moment zo'n enorme tik aan ons als mensheid uit gaat geven, à la corona, hè, dat we wel moeten. Maar dan is het niet meer vrijblijvend, want dat zal toch heel veel levens en dergelijke kosten. Ja. En dat zie je natuurlijk nu al met die enorme groepen mensen die totaal onleefbare gebieden gewoon zeggen, nou, dan gaan we wel in Europa wonen. Yep. Maar de clue zal zijn, naar ons idee, dat er tussen al die verschillende patronen die er zijn, andere machtsverhoudingen ontwikkelen. Want het idee is dat het klimaatveld, naar ons idee, hoe we met elkaar omgaan, is uitermate stabiel. Het herhaalt zich continu, zijn het dezelfde verhalen die herhaald worden. En pas als daar
andere verhalen komen, pas dan zijn er doorbraken mogelijk. Maar ja, wat die worden en hoe dat gaat, dat kunnen we van tevoren natuurlijk niet helemaal zeggen. Nee. Maar ik denk dat het boek wel gaat over hoe zich dat zal... De mechanismen die daaraan ten grondslag liggen. Ja, en een nieuw narratief bijna. Ja, een nieuw vocabulaire, zoals jullie het noemen. Ja. Mag ik jullie danken voor jullie inzichten en voor dit gesprek. En dankjewel voor het kijken. En als je hebt zitten luisteren naar de podcast, dankjewel voor het luisteren naar dit gesprek in de serie die ik maak samen met Management Boek en Uitgeverij Boom. Waarin ik in gesprek ga met auteurs van interessante boeken, zoals ook dit boek Wat Nu. En in de beschrijving van zowel de podcast als deze YouTube video vind je een link. En dan kun je het boek meteen bestellen. Voor nu, dankjewel voor het kijken en dankjewel voor het luisteren. Dag.